Leuk dat je kijkt naar het Weekjournaal. We beginnen deze uitzending met de zaalvoetballers. Want vrijdag gaat de eerste divisie in de zaalvoetbal van start bij Excelsior 31. Frank, eindelijk weer zaalvoetbal. Dat is fijn, hè? Ja, tuurlijk. Even weer een balletje trappen in een zaal. Ja, dat is heerlijk. Ja. Je hebt te lang op moeten wachten vanwege de coronastop. Wanneer mocht je weer beginnen? We zijn een aantal weken voor de zomerstop zijn we weer begonnen. 2-3 weken daarvoor. Een aantal oefenwedstrijdjes gespeeld en die hebben we ook allemaal gewonnen. En, dus dat ging wel lekker? Ja, die gingen wel lekker. Ja. Dat is altijd een mooi vooruitzicht op volgend seizoen. Ja, er zijn wel een paar dingetjes bij jullie veranderd in het team, hè? Ja, een aantal dingen. We hebben afscheid genomen van een aantal spelers. En er zijn een aantal spelers ook weer voor weer gekomen vanuit de eigen jeugd. Vanaf het tweede, sommige derde volgens mij zelfs nog. Dus daar moeten we nu mee doen. En onze trainer is nu een trainer-speler geworden. Dus die voetbalt ook lekker bij ons mee. Er is een hoop veranderd bij jullie, hè? Ja, wat ik net al zei, er zijn een aantal spelers van de tweede en derde doorgeschoven. Dat is dus vanuit eigen jeugd. En we zijn met de TC van Excelsior Veld ook nog bezig om eventueel jeugdtrainingen in de zaal te laten toepassen. Om zo meer de zaal ook bekend te laten maken bij de jeugdige veldspelers die misschien wel in de zaal willen komen voetballen. En die een versterking voor ons kunnen zijn. Ja, kortom, een nieuwe groep. Dat betekent ook even wat wennen aan elkaar. Was dat lastig voor jullie? Ja, nee, eigenlijk. Het is altijd wennen als je met een nieuw seizoen begint. Hoe komen de spelers terug vanuit de zomerstop? En zijn er een aantal blessures? Welke spelers zijn erbij gekomen? Nu hebben we één speler erbij gekregen. Dat is onze trainer Remco van Leeuwen. Dat is zeker een versterking bij ons in het elftal. Dat is natuurlijk wennen omdat je nieuwe spelers hebt. Ook vanuit de tweede en derde. Het inspelen op elkaar, de vormpjes die je neerzet met elkaar in het veld, naast het veld, teambuilding, alles. Eigenlijk wel, daar moet je gewoon aan met elkaar aan wennen. Ja goed, dan hebben jullie misschien niet zo heel veel tijd om aan elkaar te wennen. Want morgenavond, vrijdagavond, staat alweer de eerste competitiewedstrijd op het programma. Wat verwacht je ervan? Ik verwacht een mooie pot tegen LZV Lichte Voorde. Vorig jaar hebben ze wel aardig goed gedraaid. Nou, wij dan wat minder. Dus we gaan het zien. Het schijnt dat hun ook al een aantal versterkingen hebben en een aantal spelers weg zijn gegaan. Dus ja, het is afwachten en kijken hoe we morgen neer gaan zetten. Frank, je bent zelf zowel veld- als zaalspeler. Hoe is die combinatie eigenlijk? Ja, de combinatie verloopt eigenlijk wel prima. Want we trainen op maandagavond vaak in de regga om 9 uur. En de rest train ik op het veld op dinsdag en donderdag. En vrijdag hebben wij onze wedstrijd in de zaal. Als het thuis is, is het om 9 uur in de rechthal. En als het uit is, ja, dan 9 uur vaak door het hele land in. En zaterdags weer een veldwedstrijd met mijn derde elftal. Dus als jij advies hebt voor de kijkers die dat ook willen gaan proberen, dat is dus prima mogelijk? Het combineren zaal en veldvoetbal is prima mogelijk. Want de zaal traint, wat ik zei, op de maandag. En je kunt daarnaast ook gewoon op het veld blijven trainen. Ja, vorig jaar waren jullie als zaaltak eigenlijk als eerste bij deze mooie club getroffen door het coronavirus. Hè, de zaalvoetbal. Dat kon toch het minste doorgang vinden. Wat heeft dat met jullie gedaan? We hebben een schema meegekregen waar we ons aan kunnen houden. En waar die we ook toe kunnen passen in onze vakantie. Om fit te blijven. En dat is gelukt? Jazeker. Ja, ik kan het zien, Frank. Je bent hartstikke fit. Ja, tuurlijk. Je kunt niet fit het seizoen ingaan. Zo kan dat niet. Nee, precies. Nou ja, dat seizoen dat begint. Wat verwacht jij van dat seizoen? Veel afwachten, want we hebben een kleine groep. We hopen natuurlijk dat we gewoon middenmoot mee kunnen draaien en dat we gewoon kunnen handhaven dit seizoen. Het is alleen afwachten hoe het gaat met blessures en eventueel rode kaarten. Want we hebben een kleine groep, wat ik net zei. Dus met één rode kaart, ja, dan kan het al zijn dat je in de problemen kan komen, laten we zeggen. Maar is dat dan niet gevaarlijk dat je zo'n kleine groep hebt? Hebben jullie daar iets aan kunnen doen of iets aan willen doen? Ja, we zijn natuurlijk altijd op zoek naar nieuwe spelers. En nieuwe spelers is nooit verkeerd. Je kunt ook gewoon meetrainen bij ons. Je kunt gewoon een keer een berichtje doen of je wordt zelf benaderd. En het is altijd goed om bij ons mee te kunnen trainen. Want dan kun je een keer ruiken aan het zaalvoetbal. En daardoor kunnen wij onze team ook, onze selectie ook versterken uiteraard voor het seizoen erop. Precies, Frank. Laten we hopen dat het een mooi seizoen voor jullie wordt. Wij blijven jullie volgen. En laten we hopen dat het wordt afgemaakt, hè? Ja, tuurlijk. Dat hopen wij natuurlijk ook. En dat we een mooie resultaat neer kunnen zetten bij ons in de competitie. En in de rechthal is iedereen weer welkom, hè? In de rechthal is ook iedereen weer welkom. En vanaf 9 uur, elke vrijdagavond, als we thuis voetballen, dan is de rechthal open. Gratis en voor niets. En voor een mooi pot voetbal natuurlijk. Veel plezier. Dankjewel.
Go Ahead Eagles heeft meer dan 30 partnerclubs waar ze mee samenwerken in het amateurvoetbal. Eén daarvan is Excelsior 31. De samenwerking houdt in dat we proberen met een aantal partnerclubs, waaronder Excelsior een van de 32 is, samen iets tot stand te brengen in de zin van samenwerking, uitwisseling, oefenwedstrijden, businessclub. Ja, je kunt het eigenlijk niet zo breed mogelijk bedenken als maar mogelijk. Wij zitten binnen onze opleiding ook met een aantal zaken zoals mindset trainingen, allerlei zaken die partnerclubs ook zouden kunnen gebruiken van ons. En dat wil ik heel graag laten zien. En hoe gaan we dat dan precies doen? Nou, vanavond hebben we een startavond met de 16 partnerclubs die ik onder me heb. Marcel Geesman is mijn collega bij de Eagles en die pakt de 16 Deventer-clubs. En ik pak eigenlijk alles wat buiten Deventer komt. En vanavond gaan we een jaarplanning maken samen met de clubs van mij. En in die jaarplanning is met name rekening gehouden met het verzoek wat de clubs zelf wilden hebben. We hebben een soort menukaart aangeboden waaruit zij konden kiezen. En uit die keuzes hebben we nu een jaarplan gemaakt. En hoe is de samenwerking met Excelsior 31 tot stand gekomen? Ja, dat is eigenlijk best wel een beetje een vreemd verhaal. Ik ken Marcel al heel lang. Ik heb Marcel nog op de trainerscursus gehad toen ik hem had als KNVB-docent. En toen ik op het stadion van de Eagles zei dat ik bij Excelsior 31 ging praten over een partnership, toen gingen echt alle ogen open en zeiden, hoe kan dat nou? Dat is toch een bolwerk van FC Twente. En dat was ook zo. Dat was ook mijn inkomen bij Marcel toen ik hier binnenkwam en bij een aantal gesprekken met jullie bestuursleden heb gesproken. En toen zei ik ook van, wij willen heel graag met Excelsior 31 samenwerken, maar het is best wel vreemd. Want zoals wij ook SML uit Arnhem tot onze partnerclubs hebben, wat een echt Vitesse-bolwerk was, was Excelsior toch ook echt een Twente-bolwerk. Dus ja, maar van het ene gesprek kwam het andere gesprek en het verhaal wat ik heb gehouden is heel puur en heel eerlijk en daar was men enthousiast over. Maar krijg je dan geen scheve ogen van FC Twente bijvoorbeeld? Dat na al die jaren samenwerking jullie nu opeens met Excelsior 31 er vandoor gaan? Nou, het mooie is dat we bij de huidige samenwerkingen met de clubs, Twente, PEC, Heracles, noem maar op, de Graafschap, de hoofdopleiding hebben geen haat-liefdeverhouding. Wij proberen wel iets tot stand te brengen. En het is niet zo dat wij het prettig vinden als jongens van ons die wij gescout hebben naar Twente gaan. Maar als die jongens het nou eenmaal zelf leuker vinden om naar Twente te gaan, moeten ze dat gewoon doen. Andersom is Twente ook wel op de hoogte van het feit dat wij ook in deze omgeving scouten en testen. En we hebben best al aardig wat jongens uit deze omgeving in onze opleiding die dus voor ons hebben gekozen. Omdat wij een toch wel wat andersoortige opleiding hebben dan FC Twente. Goed, dan even heel concreet over die samenwerking. De spelers die hier goed zijn, die zullen dan bijvoorbeeld naar Go Ahead op een keer op een proeftraining mogen, als ik het goed begrijp. Ja. Maar een samenwerking heeft natuurlijk ook beide kanten. Wat zit er dan bijvoorbeeld in voor Excelsior 31? Nou, wat ik zei, wij gaan vanavond het jaarplan doornemen. En dan zitten er een aantal facetten bij waar Excelsior op wilde intekenen. Dat was onderlinge oefenwedstrijden. Dat is niet zo heel vervelend voor ons ook, want de niveaus van Excelsior 31 jeugd is hoog. Dus wij krijgen daar behoorlijke weerstand. Wij gaan clinics verzorgen, trainer-trainer clinics. Dat zijn dus trainingsmomenten waarop we trainers van de diverse amateurclubs een clinic aanbieden. En daarna een theoretische verhandeling van wat we gedaan hebben en hoe ze dat bij hun eigen club kunnen uitvoeren. De trainer van de onder 21 bij de Eagles en de trainer van de onder 13 en ikzelf zijn KNVB-docenten, dus we hebben wel een idee hoe we dat over het voetlicht moeten brengen. Dat zijn dingen. Er is een behoorlijke businessclub van Excelsior 31. Wij hebben natuurlijk bij Go Ahead een behoorlijke businessclub. Die kunnen we proberen samen te laten werken. Nou, en we hebben intern, omdat wij verder willen met onze opleiding, ook een heleboel scholingen die het doel hebben om de kinderen beter te maken, maar ook de trainers. Dan moet je denken aan mindset trainingen en dat soort toestanden. Ja, en die gaan wij ook aanbieden aan de amateurclubs. Dus het is een heel breed scala. Wat verwacht je ervan de komende jaren? Ja, het is voor ons echt onontgonnen terrein. We zijn super enthousiast, Marcel en ik. We hebben er nu 32 clubs in een jaar bij elkaar gehaald. En ja, wij hebben echt zin om los te gaan. Door die coronatoestand is het allemaal heel erg getemporiseerd. Maar ik verwacht daar heel veel van. Ik verwacht daar onder andere van dat wij van beide kanten uit, zowel van Excelsior, maar de andere 31 ook, en van Go Ahead naar de amateurclubs toe, iets heel moois tot stand gaan brengen. Een voorbeeldje daarvan is dat het een droom van mij is dat wij met die 32 clubs elk jaar afsluiten met een toernooi.
met die 32 clubs. En dat aangepast op het niveau waarop de kinderen spelen. En dan moet je niet denken aan één accommodatie waar we dat doen, want 32 toernooi vormen op één complex is absoluut ondoenlijk. Maar dan kunnen we bijvoorbeeld 8 clubs pakken waar we dat doen. En dan pakken de ene de onder 12, onder 13, andere, en zo bouwen we dat door. En dan kun je elke 4 jaar een prachtig groot toernooi met honderden deelnemers krijgen, waarbij je verbroedering krijgt. Vanuit Excelsior kwam een hele mooie opmerking van Marcel. Die zei, misschien kunnen we ook een groepsapp maken van de hoofdopleiding van de diverse jeugdafdelingen. En die met elkaar in contact brengen. Dat als er iets is, een ontwikkeling of wat dan ook, dat we elkaar op de hoogte houden. Ja, ik heb er ontzettend veel zin in. Ik merk het. Heel veel plezier. Ja, dankjewel. Het eerste elftal speelt aanstaande zaterdag de Overijsselse derby tegen Staphorst. Het verschil tussen beide ploegen is 1 punt. Hakim Ezafzavi, zaterdag de regionale topper uit naar Staphorst. Wat zegt jou die tegenstander? We hebben in de voorbereiding natuurlijk tegen ze gespeeld. Voorheen, vorige seizoenen, ook veel tegen gespeeld. Volgens mij hebben wij niet heel veel verrassingen voor hun en hun ook niet voor ons. Over het algemeen vaak wel een fysieke ploeg. Thuis, op gras, dat ligt hun vaak wel goed. Hebben vaak ook wel veel punten thuis gepakt. Dus in ieder geval bekende van elkaar. Dus mooi vooruitzicht. Ik ben even de geschiedenis ingedoken. Vanaf 2007, 17 wedstrijden. Staphorst 9 keer winst. Excelsior 7 keer winst. En 1 keer gelijk. Weet je dat gelijkspel toevallig nog? Ik moet zo nu weer voor de geest halen. Ik ga je helpen. Het was een 1-1. En over al die wedstrijden hebben we nog nooit een keer gelijk gespeeld met 0-0. Doelpuntrijke wedstrijden. Dus dat is een reden voor spektakel. Ook zaterdag weer. Nou ja, het zijn altijd, wat ik zeg, we kennen elkaar goed. En dat brengt ook wel weer iets naar boven, zeg maar, in beide elftallen. Zoals ik zeg, Staphorst over het algemeen bekend om opportunistisch spel en veel fysieke kracht. En natuurlijk allemaal gedreven jongens, bij ons ook hoor, daar niet van. Maar ik denk dat voor ons, we moeten denk ik wijken voor het meegaan in het fysieke gedeelte. En voetballend het verschil proberen te maken. In de vorige editie van Staphorst Excelsior, althans dat was voor ons een thuiswedstrijd, was jij met name heel nadrukkelijk aanwezig. Veel doelpuntrijke kansen. Alleen, je wist maar 1 keer te scoren. Weet je nog uit welk moment? Nee, mijn geheugen laat me een beetje in de steek. Als ik zeg een Panenka. Oh ja, ja. Nou, daar heb ik er inmiddels al een paar van gemaakt. Dus dat is niet heel speciaal meer volgens mij. Het was de 2-0. Hielke 1-0, Hakim 2-0, Panenka en 3-0. Die mag jij weer invullen. Jasper? Akkoord. 10 punten voor jou. Voor rust werd die wedstrijd al beslist. 3-0. Denk je dat we zaterdag ook gas kunnen geven? En voor rust al wat kunnen betekenen? Nou ja, dat zou wel heel fijn zijn natuurlijk. Kijk, je moet tegen zo'n ploeg moet je proberen om niet achter te komen. Dan maak je het jezelf alleen maar lastig. We moeten zorgen dat we op voorsprong komen. Hopen dat we daardoor dan wat meer ruimtes gaan krijgen. Kijk, in de voorbereiding hebben we natuurlijk gezien dat ze tegen ons vrij... Tenminste, daar was ik best wel van verrast dat ze ons eigenlijk wel vrij direct onder druk wilden zetten. Voetbalden we aardig onderdoor. Alleen ja, het is voorbereiding. En de competitie is toch weer anders. Wat ik heb begrepen, ook wat andere jongens die er in de voorbereiding waren. En bij ons natuurlijk ook gewoon wat wisselingen. Dus dat zegt niet alles. Zoals ik net ook al eerder zeg. We moeten proberen om voetballend het verschil te maken en uit de duels te blijven. We hebben niet heel veel jongens met fysieke kracht. Maar wel enorm veel voetballend vermogen. En ik denk dat daar het verschil in moet zitten. Als ik kijk naar de stand op de ranglijst, Staphorst tweede, wij zesde, een puntje verschil. Het lijkt mij een mooi moment om zaterdag maar even een stuivertje te gaan wisselen. Ja, nou goed, op dit moment zegt dat nog niet zo heel veel natuurlijk. Maar goed, het zegt wel dat we allebei goed zijn begonnen.
En kijk, de verschillen liggen volgens mij heel dicht. Er zijn heel minimaal in de competitie en het ligt allemaal heel dicht bij elkaar. Ik kan er nog weinig van zeggen hoor, maar mijn gevoel zegt dat er niet echt een ploeg is waarvan je zegt van nou, die wordt kampioen of die, dat is echt de beste ploeg of dat is de minste ploeg. Iedereen kan van elkaar winnen en het heeft te maken met de vorm van de dag, het heeft te maken met de details in de wedstrijd, hebben we ook wel gezien tegen VVSB, hè. Dan ben je toch de bovenliggende partij, maar geef je toch nog weg. En ja, dat zijn allemaal leermomenten en we zijn aan het groeien, merk ik ook. Dus nou ja, al met al moeten gewoon uiterste best doen zaterdag en dan hopen dat we einde van de dag met 3 punten staan. Tot slot, wat misschien nog wel het verschil kan maken, is het publiek. Staphorst, fanatiek publiek. Zaterdag mag het weer. De laatste edities zonder publiek gespeeld. Wat verwacht jij van de entourage zaterdag? Nou, dat is bij Staphorst volgens mij altijd wel duidelijk. Hoe dat heeft altijd veel publiek. En nou ja, goed, dat werkt echt als de 12e man inderdaad. En ja, ik weet niet beter daar. Dus volgens mij, ja, dat helpt die jongens natuurlijk ook. En ja, ze hebben natuurlijk het thuisvoordeel, hè, wat ik al zei, ook gewoon met natuurgas. Maar goed, ja, voor ons, ja, wij moeten daar een beetje stoïcijns voor zijn. En gewoon ons spel spelen en daar verder niks van aantrekken natuurlijk. Ik denk dat we daar ook niet de groep voor hebben die daardoor onder de indruk is. Hakim, bedankt voor deze voorbeschouwing. Ik wens je heel veel succes zaterdag en je ploegmakkers natuurlijk. En nou ja, ik zou zeggen... winnen. Ja, zeker gaan we doen. De samenvatting van Excelsior 31 tegen Staphorst is zaterdagavond bij ons te zien. Dit weekjournaal zit erop. Bedankt voor het kijken en een heel fijn weekend.